Wel, meneer de minister, ik ben wel tevreden dat u het gesprek aangaat met de Spaanse ambassadrice en dat natuurlijk het voorwerp van dat gesprek zal zijn wat de grieven zijn van de Vlaamse regering. U gaat mee in de logica van Vlaanderen. U laat Vlaanderen niet vallen. Dat lees ik of dat begrijp ik uit uw bericht nu. Ten tweede, het is natuurlijk wel de omgekeerde wereld. En dat mag ook wel eens gezegd worden. Het is toch wel zeer bizar dat Vlaanderen vandaag op de vingers getikt wordt voor uitspraken van een volksvertegenwoordiger, terwijl het wel Spanje zou moeten zijn die op de vingers getikt wordt voor wat dat daar gebeurt. Ik denk dat daar ook wel iedereen mee akkoord kan gaan. Democratisch verkozen politici die zonder proces vandaag nog in de gevangenis zitten. Catalaanse leiders van het middenveld die nu al 1 jaar zonder vonnis opgesloten zitten in de gevangenis. Dat zijn zaken die een Europese lidstaat onwaardig zijn. En daarom, en ik rond af, meneer de voorzitter, wil ik me richten tot meneer Sanchez hemzelf. Als u de logica doortrekt en u gaat de diplomatiek vertegenwoordiger in Vlaanderen terugtrekken omdat een Vlaams volksvertegenwoordiging uitspraken doet over Spanje, wel, ik ben federaal volksvertegenwoordiger en ik ga hier in dit parlement, in dit federale parlement, uitspraken doen, zoals Peumans. Ik vind dat Spanje vandaag onwaardig is om een lidstaat te zijn van Europa, zolang de politieke gevangenen niet vrijgelaten worden. En als u de logica doortrekt, dan zal u nu best ook de Belgische ambassadeur in Madrid terugroepen. Dank u. Dank u, meneer Rutte.